Goedenavond. Fijn dat er zoveel mensen zijn. Ik wou dat we zoveel eerstejaars sociologie-studenten hadden in Amsterdam. Dat is helaas een aantal decennia geleden. Dank voor de uitnodiging om vanavond wat te mogen zeggen. Ik realiseer me dat ik de eerste ben van een reeks. En zoals net gezegd, verwacht u misschien van mij ook dat ik de reeks zal introduceren. Dat ga ik wel proberen een beetje te doen. Maar ik pretendeer niet om alle bewegingen te overzien die de komende 5 keer nog aan de orde komen. Maar ik bedacht bij het voorbereiden ook dat het een beetje saai werd. Want het zou namelijk betekenen dat ik op een heel algemeen niveau tamelijk abstract uiteen zou zetten waar sociale bewegingen het wel of niet over zouden kunnen hebben. Dus ik ga een aantal meer algemene dingen wel over sociale bewegingen zeggen, over mensen die tegen de stroom ingaan. Maar ik ga het ook uitdiepen aan de hand van één concreet voorbeeld. Want anders zou het te algemeen worden en voor u denk ik niet zo heel erg interessant. Aan de hand van dat concrete voorbeeld, een analyse van de homobeweging, wil ik wel proberen om inderdaad een aantal meer algemene uitspraken te doen over patronen in sociale bewegingen. Maar dan doen we het iets minder abstract dan wanneer ik geen enkele casus zou behandelen. Dat stukje over de homobeweging, zult u zien, zijn de slides in het Engels, want dat stuk presenteer ik vaker. Er is een enorm debat over hoeveel Engels we op de universiteit mogen gebruiken. Vanavond doen we 50-50 en ik hoop dat u daarmee kunt instemmen. Ik wil u verzoeken om, terwijl ik aan het praten ben, mij eigenlijk niet te interrumperen, behalve als u vindt dat het buitengewoon onsamenhangend wordt. Want het verhaal zou in principe rond moeten zijn en we hebben na afloop van mijn verhaal meer dan een half uur om met elkaar van gedachten te wisselen. Dus probeert u uw vragen zoveel mogelijk op te zouten. Laten we kijken of hij pakt. Nee. Ah, kijk. Dat zou moeten helpen. We beginnen ver van huis, maar kort geleden. Dit is Charlottesville in de Verenigde Staten. Dat zult u meteen herkennen, neem ik aan. Een gewelddadige manifestatie van white supremacists in de Verenigde Staten, die zichzelf ook wel als neonazies aanduiden. En het leek me eigenlijk wel gepast om daarmee te beginnen. Niet alleen omdat het veel aandacht heeft getrokken, maar ook omdat het goed is om je af te vragen wanneer noemen we georganiseerde groepen mensen eigenlijk sociale bewegingen. Wanneer gaan mensen tegen de stroom in? En ik wil er vooral ook mee beginnen, omdat er binnen de studie naar sociale bewegingen, en we zijn hier aan de universiteit, in de studie naar sociale bewegingen een bias zit. En die bias is dat veel sociale wetenschappers zelf links zijn en dat ze er een voorliefde voor hebben om altijd progressieve bewegingen te onderzoeken. Dus progressieve wetenschappers onderzoeken progressieve bewegingen en zeggen dan dat dat de echte sociale bewegingen zijn. En vervolgens besteden ze niet of relatief weinig aandacht aan bewegingen zoals ik die net liet zien. Dat lijkt mij onjuist. Dat gaan we vanavond proberen anders te doen. Of althans, ik wil proberen een pleidooi ervoor te houden om bewegingen, of dat mensen zich mobiliseren en of ze een beweging zijn, en of ze een beweging willen noemen, niet afhankelijk te maken van hun doel. Dus of ze progressief zijn of dat ze conservatief zijn. Ik zou voor willen stellen om te zeggen dat mensen tegen de stroom ingaan op een niet-traditionele manier. Dus niet als een lobbyorganisatie of niet als een politieke partij. Maar op een onconventionele manier. Als mensen dat onconventioneel doen, dus door de straat op te gaan bijvoorbeeld, dan noemen we die mensen samen een sociale beweging. Nou neem ik niet aan dat u extreem geïnteresseerd bent in definitorische kwesties. Sociale wetenschappers hebben eindeloos gepraat over deze definitie. Hij is ook nog veel uitgebreider in de handboeken. Daar gaat het me nu niet om. Het gaat me erom dat we het onderscheiden aan de hand van de middelen die gebruikt worden. Dus niet of mensen links of rechts zijn. Zowel linkse mensen als rechtse mensen kunnen zich organiseren in sociale bewegingen. Het gaat erom dat ze daarbij gebruik maken van middelen die niet heel erg conventioneel zijn in de politiek. Ik zei het al, er is iets ingewikkelds, ik zal er zo meteen nog wat meer over zeggen, ook in de studie naar sociale bewegingen. Dat komt vooral, en nu moet ik voorzichtig zijn als ik naar de zaal kijk, maar dat komt eigenlijk vooral door de babyboomers. Babyboomers waren namelijk de eerste generatie na de oorlog die tamelijk massaal onconventioneel politiek gedrag gingen vertonen. Allerlei bewegingen begonnen. De samenleving trouwens ook vergaand hebben veranderd.
Maar ze hebben een aantal dingen onhandig gedaan. In de eerste plaats, de sociale wetenschappers, de politicologen en de sociologen die die bewegingen gingen bestuderen, hadden een hoge mate van identificatie met die bewegingen. Maar ze zeiden ook, ja, we hebben oude bewegingen, maar we noemen deze bewegingen van onze generatie new social movements. Dus in de literatuur heetten de bewegingen van de jaren 60 new social movements. Nou, u snapt het probleem al, nu waren ze natuurlijk in de jaren 60 wel nieuw. Maar ja, wat moet je doen met alle bewegingen die sindsdien gekomen zijn en die natuurlijk veel nieuwer zijn. Maar zij claimden dat zij totaal anders waren dan de oude sociale bewegingen. Dus de vrouwenbeweging, de homobeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging zouden heel anders zijn in de jaren 60, 70 en 80 dan bijvoorbeeld de arbeidersbeweging. Nou, daar valt veel over te zeggen, maar ook die claim is veel te royaal. Het idee was dan dat de arbeidersbeweging alleen maar gericht zou zijn op externe doelen, terwijl de homobeweging en de vrouwenbeweging zich ook veel bezighielden met identiteitsvorming. Zeker, er is een zekere mate van onderscheid, maar het is een volstrekte onderschatting van de betekenis van de arbeidersbeweging voor de vorming van klasseidentiteiten. Alsof klasse als identiteit, als trotse arbeiders, geen rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Dat heeft hij natuurlijk wel. Maar wetenschappers willen graag belangrijk zijn en willen graag iets nieuws munten. En dat deden ze, en ik moet zeggen, met enorm veel impact. Dus die term nieuwe sociale bewegingen zal bij de meeste van u denk ik wel bekend zijn. Die is sinds de jaren 70 gemunt voor de sociale bewegingen vanaf de jaren 70. Maar laat u nou niet denken dat ze daarmee dus per se op alle punten anders zijn dan de sociale bewegingen die daaraan vooraf gingen. Ik zal nog iets kritischer worden over collega's, dat doe ik niet heel graag. Doe ik ook niet per se om mezelf nou zo te positioneren. Maar ik zei al, in de studie naar sociale bewegingen maken sociale wetenschappers de fout om te denken dat ze weten wat precies die betekenis is van die sociale bewegingen. Ik heb zelf bij Alain Touraine gestudeerd in Frankrijk, in Parijs. En hij wist precies wat de historische betekenis was van de nieuwe bewegingen in de jaren 70, die ook hij nieuwe sociale bewegingen noemde. En hij wist ook hoe de geschiedenis zou aflopen en welke bijdrage daaraan geleverd zou worden door nieuwe sociale bewegingen. In Nederland kennen jullie misschien Jan Rotmans, die verder heel veel goede dingen doet, maar die wel een kwalijke eigenschap heeft als sociale wetenschapper, vind ik namelijk. Ook hij pretendeert te weten hoe de geschiedenis zich ontwikkelt en hoe de toekomst zich zal ontplooien. En dat weten we niet. We weten niet, sociale wetenschappers moeten nooit de ambitie hebben om de toekomst te voorspellen. We moeten heel bescheiden zijn eigenlijk, het zal mijn pleidooi vanavond zijn, om te zeggen waar sociale bewegingen voor staan. Mijn pleidooi vanavond is om zo empirisch mogelijk te kijken naar wat sociale bewegingen doen, uit wie ze zijn samengesteld, wat hun claims zijn, zonder daar al te veel meer over te willen zeggen. En mijn eerste verzoek aan u zou zijn om de komende weken enigszins sceptisch in de zaal te zitten. En als de betrokken wetenschapper zich wel heel sterk identificeert met de beweging die hij of zij bestudeert, daar enige scepties over te hebben, maar ook over alle historische pretenties die mensen hebben met de beweging die ze hij of zij bestuderen. We weten niet precies wat de historische betekenis is. We weten ook niet teleologisch waar de geschiedenis zich naar ontrolt en wat de betekenis van sociale bewegingen daarbinnen is. Zijn al die categoriseringen dan helemaal onzin? Nee. Er zijn bewegingen waarin identiteiten van mensen een grotere rol spelen, vanzelfsprekend in zwarte beweging, vrouwenbeweging, homobeweging, die ook vastzitten aan het lichaam. En er zijn bewegingen waarin ze een kleinere rol spelen. Bijvoorbeeld in de vredesbeweging, dat was een beweging die toch primair extern georiënteerd was, op doelen in de buitenwereld, beïnvloeding van de Tweede Kamer, niet zozeer beïnvloeding van medeburgers. De milieubeweging, de ecologische beweging is ingewikkelder, vind ik. Want je hebt natuurlijk binnen de milieubeweging stromingen die heel sterk extern georiënteerd zijn. Maar ook daar speelt voor sommige identiteit en levensstijl een grote rol. Denk maar aan veganisten of vegetariërs of nou, noem maar op. Allerlei mensen die ook in hun levensstijl willen leven naar de doelen van de sociale beweging. Ik kan vanavond niet alles. Wat ik wil doen is proberen patronen te ontdekken in identiteitsbewegingen. In bewegingen die primair draaien en gebaseerd zijn op identiteiten van mensen die betwist of gediscrimineerd zijn. Hier hebben we nog heel even, meneer, sorry, dat had ik moeten laten zien. Excuus. Dit is nog even meneer Rotmans.
die dus zeker weet waar we vandaan komen, dat de samenleving kantelt en waar we naartoe gaan. Dat is dus onzin. En het is belangrijk om dat te zeggen, ik kom er nog op terug. Maar deze is nog relevanter, want dat vat samen wat ik net heb willen betogen. Namelijk, dit zijn twee demonstraties. Eén van Pegida Nederland. U kent ze ook wel, want ze hebben 2 dagen geleden op het dak van die school in Amsterdam gestaan. Dus dat is een uiterst rechtse identitaire beweging, zoals ze zelf zeggen. Dus daar zit die identiteit trouwens ook sterk in. En een beweging van Friese antifascisten, antifa's. En we beschouwen ze, stel ik voor, allemaal als onderdelen van collectieve actie en van sociale bewegingen. En niet de een wel en de ander niet. Maar wat hebben ze dan gemeenschappelijk, naast het feit dat ze onconventionele middelen gebruiken? Want ze organiseren zich omdat ze het natuurlijk met iets niet eens zijn. En het is helemaal niet eenvoudig om je te organiseren. Er zijn heel veel mensen heel ontevreden over heel veel dingen, maar in 95% van alle gevallen komt het niet tot collectieve actie. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze het oneens zijn met iets wat zij beschouwen als dominant in de samenleving. Dus al deze groepen, bijna al deze groepen, opereren vanuit een minderheidspositie. En omdat ze een minderheidspositie hebben en omdat ze boos zijn, omdat ze vinden dat dingen moeten veranderen, gebruiken ze onconventionele middelen. Als ze maar kleine eisen hadden of dachten dat ze makkelijk te realiseren zouden zijn, dan kan je natuurlijk binnen politieke partijen actief worden of je kan een brief sturen naar de Tweede Kamer. Maar hier is meer aan de hand. Ze vinden het belangrijk dat de mainstream samenleving zich realiseert dat er iets fundamenteels verkeerd in de samenleving is waar zij wat aan willen doen. Ze willen de samenleving veranderen. Ja, of ze willen dingen behouden die de mainstream wil veranderen. Maar ze zijn het in ieder geval oneens met de mainstream. Het is dus niet zo dat ze altijd op sociale verandering gericht zijn. De vakbond bijvoorbeeld mobiliseert heel vaak omdat ze vinden dat bepaalde sociale voorzieningen moeten blijven bestaan. Of de milieubeweging is ook vaak een behoudende beweging omdat ze vinden dat er niet nog meer natuur opgeofferd moet worden aan snelwegen. Dus sociale verandering is wat dat betreft ook een ingewikkelde term. Ze zijn het niet eens met de mainstream. Ze vinden dat de mainstream iets verkeerds doet. Nou hebben we als sociale wetenschappers heel veel onderzoek gedaan naar de ambities, de drijfveren en het handelen van de sociale beweging in relatie tot de mainstream. Maar wat minstens zo interessant is en wat we veel te weinig gedaan hebben en wat hopelijk de komende weken wel aan de orde komt hier, is het effect van de interactie tussen de sociale beweging en degene die ze bevechten, de mainstream. En dat is dan vaak het parlement, politieke partijen, maar dat kan ook de rechtbank zijn, dat kunnen ook andere machtige organisaties zijn, kranten en media tegenwoordig ook. Dus het gaat mij in mijn sociologische analyse om wat er gebeurt, zowel met degene die aangevallen en aangesproken worden, als met de sociale bewegingen zelf. Want de sociale bewegingen veranderen enorm door de interactie met de overheid, zeker, zo zal ik betogen, in Nederland, omdat de Nederlandse overheid gemiddeld gesproken responsief reageert op sociale bewegingen. Anders dan andere landen, daar kunnen we het misschien bij de vragen zo meteen over hebben. Dat kunnen we misschien meer vergelijkend doen. Anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk is het zo dat als je hier de straat op gaat en je manifesteert jezelf, politici normaal gesproken wel willend zijn om je klachten en wensen in ontvangst te nemen en om daarnaar te luisteren. En om niet meteen erop te slaan. En dat is een lange traditie in Nederland die nog steeds bestaat en waarin we relatief onderscheidend zijn van een aantal andere landen. Maar dat betekent helemaal niet dat iedereen even machtig is. En ik ga nog een paar onaardige dingen zeggen over termen die populair zijn in de sociale wetenschappen. Sommige postmoderne denkers, zoals Jan Rotmans, die praten over netwerken waarvan bottom-up van alles gebeurt. Zeker, er gebeurt van alles bottom-up. Maar het is niet zo dat de samenleving één geheel is van netwerken waarin geen centrum meer bestaat. Sociologisch gesproken is het nog steeds zo, en misschien zelfs meer zo, dat er in Nederland een hele duidelijke, en ook andere landen, een hele duidelijke mainstream is. Er is een duidelijke meerderheid die bepaalde dingen vindt en die dat ook duidelijk uitspreekt en uitstraalt. En zeker, mensen organiseren zich niet op dezelfde manier nu als ze dat 10, 20 of 30 jaar geleden deden, bijvoorbeeld door sociale media. Maar dat betekent niet dat de macht verdwenen is. Dat betekent niet dat er geen machtige organisaties of machtige mensen meer zouden zijn. Dus er zijn wel netwerken, maar het betekent niet dat al die netwerken nevengeschikt zijn.
allemaal evenveel of weinig in de melk te brokkelen hebben. Nee, er zijn groepen in deze samenleving die veel meer te zeggen hebben dan andere groepen. Bepaalde identiteiten zijn veel dominanter dan andere identiteiten. Dus ik moet weinig hebben van al te radicale postmoderne analyses. Ik moet ook weinig hebben van de term superdiversiteit. Superdiversiteit, ik weet niet of u die term kent, maar die is erg populair in het veld van de immigratie- en integratiestudies. En zeker de samenleving is diverser geworden. Er zijn veel meer mensen uit veel verschillende landen die in Nederland samenwonen. In die zin zijn we diverser. Maar betekent dat dat er geen mainstream meer in Nederland is? Betekent dat dat al die mensen met die verschillende etnische achtergronden allemaal evenveel invloed in Nederland hebben? Is het zo dat iedereen zich evenveel aan iedereen aanpast? Onzin. Er is geen sprake van. Er is een duidelijke mainstream in Nederland. En u hoeft niet zo radicaal te zijn als Buma. Maar het is zeker zo dat er verwacht wordt dat de nieuwkomers zich meer aanpassen. En ook effectief meer aanpassen, sociologisch gesproken. Is het zo dat minderheden zich veel meer aanpassen aan de meerderheid dan dat dat andersom is. Dus we moeten het sociologisch analyseren. En we hebben dat, nu ga ik op de schouders staan van collega's, sociologen en historici, al ongeveer een eeuw gedaan. Maar in die eeuw is de waardering voor sociale bewegingen bij sociale wetenschappers en bij historici en bij het grote publiek heel erg wisselend geweest. Dus voordat ik naar de homobeweging ga, nog één of twee slides over de geschiedenis. Dit is een manifestatie of optocht. U zult ze waarschijnlijk wel herkennen. Lenin en Stalin. En ik laat ze zien omdat het bestaan van sommige sociale bewegingen, zoals de socialistische beweging of de communistische beweging, de fascistische beweging, natuurlijk grote invloed heeft gehad op ons nadenken over wat vinden we er eigenlijk van dat mensen zich manifesteren. En die babyboomers waar ik het over had, die waren eigenlijk dol enthousiast. Want die waren vooral enthousiast over zichzelf. Want zij waren immers degene die in de jaren 70 mobiliseerden voor nobele doelen. Maar de generaties daarvoor, die groot waren geworden met het fascisme en met het communisme, die waren veel en veel sceptischer over het belang, of ze waren negatiever over de risico's waarmee sociale bewegingen gepaard gingen. Nou moet u dit niet uit uw hoofd leren, maar het is belangrijk om u te realiseren dat in de geschiedenis van de studie naar sociale bewegingen zich grote verschuivingen hebben voorgedaan. Grote verschuivingen, met name dus of we dachten dat mensen die zich organiseren, of dat nou emotioneel bedwelmde mensen zijn die zich door een charismatische leider laten verleiden, of dat het rationele handelingen zijn van mensen. Dat het rationeel is om je te organiseren, omdat je denkt dat je op die manier politieke invloed kan uitoefenen. U ziet hier opnieuw natuurlijk de ingewikkelde kleuring dat sociale wetenschappers meningen hebben over sociale bewegingen. En dat dat een grote invloed heeft op de evaluatie en de studie naar sociale bewegingen. Dus oorspronkelijk, toen de studie naar sociale bewegingen begon, dat heette Classical Approach, ook met terugwerkende kracht natuurlijk, toen werd er gezegd dat is eigenlijk vooral irrationeel gedrag. Dat zijn hordes die niet onder controle te houden zijn en dat leidt op den duur tot dictatuur en dat is natuurlijk dan gevoed door de ervaringen met communisme en fascisme. Maar vanaf de jaren 60, 70, dus met de babyboomers, zie je dat dat helemaal verandert en dat er een veel meer een positieve lezing komt van sociale bewegingen. Op verschillende manieren. De mensen die de civil rights beweging in Amerika hebben bestudeerd, die vroegen zich af hoe kan het nou dat zwarte mensen die al eeuwenlang zoveel leed hebben meegemaakt, en misschien nog wel meer leed dan toen ze begonnen met demonstreren in de jaren 60, of zeker meer leed, hoe kan het dat mensen op een gegeven moment de middelen hebben of de mogelijkheden zien om te mobiliseren? En wat veel, als u nationaal luistert, zult u altijd horen, het leed was zo groot geworden, daarom gingen mensen mobiliseren. Nou, dat is totaal geen verklaring, want er is, zoals ik al zei, ontzettend veel leed. En heel veel mensen zijn zeer ontevreden over hun situatie. Maar meestal leidt het niet tot mensen die publiekelijk tegen de stroom ingaan. Dus zij vroegen zich af, wanneer gebeurde dat? En ze kwamen met een analyse waarin ze erop wezen dat binnen de zwarte bevolking in de Verenigde Staten op dat moment er voldoende hulpmiddelen aanwezig waren om te gaan mobiliseren. Dus ze keken heel erg naar de interne hulpbronnen van die groep.
Met name zwarte kerken speelden daar een grote rol in. Toen zei de andere weer, ja, maar ja, dat kan je wel zeggen, maar die zwarte kerken waren er toch eigenlijk ook al langere tijd. Had het niet ook te maken met het feit dat in het politieke veld zich allerlei openingen voordeden? En dat bijvoorbeeld de Democratische Partij zich openstelde na enige tijd voor de aspiraties van de Civil Rights Beweging. Dat is de politieke mogelijkheden benadering gaan heten, de Political Process Approach. Dan is dus niet zozeer de aandacht gericht op wat er binnen de beweging aan mogelijkheden is, maar of mensen denken dat ze, gelet op de politieke context, succesvol kunnen mobiliseren. Nou, de volgende stap was dat er werd gezegd, ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar die bewegingen zijn niet allemaal hetzelfde. We moeten oog hebben voor bewegingen waarin identiteiten een grotere rol spelen. En zoals ik al zei, die identiteiten spelen in alle bewegingen een zekere rol, maar in sommige bewegingen een hele grote rol. En dat geldt onder andere voor de homobeweging. En daar zijn we dan aanbeland. En nu gaan we even naar het Engels. Ik wil u een aantal dingen over de homobeweging vertellen. Omdat het, net zoals de vrouwenbeweging trouwens in Nederland, eigenlijk een erg succesvolle beweging is geweest. En we willen graag begrijpen waarom dat zo is. En we willen begrijpen wat dat zegt over de Nederlandse politiek. Maar we willen ook begrijpen wat dat doet met mensen in die beweging. Die aan het begin van die beweging actief zijn geweest. En mensen die dat nu zijn. En daar zijn de wetenschappers, maar zeker de mensen in de beweging zelf, het enorm over oneens. Er is een groep die zegt dat de eisen van de homobeweging uit de jaren 60-70 eigenlijk niet gerealiseerd zijn. Dat alle homo's en lesbo's verburgerlijkt zijn. Dat de openstelling van het burgerlijk huwelijk, inderdaad van het burgerlijk huwelijk, dus dat het niks te maken had met de eisen die er oorspronkelijk waren. En erger eigenlijk nog, zeggen ze, wat er gebeurd is, is dat homo's nu worden ingezet en omarmd door bijna alle politieke partijen in Nederland, maar dan wel ten koste van moslims. Dus je ziet dat ook de PVV, de VVD, nu ook het CDA, allemaal dol enthousiast zijn over homorechten, wat toch relatief nieuw is, zullen we maar zeggen. Maar al die partijen zijn nu enthousiast over homorechten, maar vooral ook om aan Nederlandse moslims te laten zien dat ze achterlijk zijn. En dat heet in het jargon homo-nationalisme. Dus het is een vorm van nationalisme, namelijk we zijn ontzettend blij met onszelf als Nederlanders. Want kijk eens, hoe progressief zijn we wel niet in onze omgang met vrouwen en homo's. Dus dat is een vorm van normalisering. En in dat verhaal hebben eigenlijk homo's en lesbo's een hele geringe rol gespeeld in hun eigen bevrijding. Ze zijn eigenlijk vooral geïnstrumentaliseerd. Ze zijn gebruikt door politieke partijen. In hun strijd, die eigenlijk helemaal niet over homo's of over gender gaan, maar in hun strijd die partijen aan het voeren zijn met Nederlandse moslims. En dan is er de andere stroming, die veel positiever is, die zegt, nee, er is ontzettend veel veranderd in Nederland. Er is eigenlijk geen dominante seksualiteit meer. Iedereen kan vrijelijk haar of zijn seksualiteit kiezen. De vrijheidsgraden zijn enorm toegenomen. En dat komt door de activiteiten van die beweging zelf. Dat is een beetje zelffeliciterend natuurlijk, maar het is wel interessant. Dus dat het niet zozeer komt door wat anderen met jou doen, maar omdat je dat zelf bevochten hebt. En wat ik wil laten zien is dat ze eigenlijk allebei wel een beetje gelijk hebben. Afhankelijk van de situatie waarin een sociale beweging opereert, kan je zeggen dat het meer aan de beweging zelf te wijten is, in positieve zin, te danken is. Dat dingen bereikt worden, dan wel dat je enorm afhankelijk bent van alliantiepartners in de politiek. Zeker op het moment dat discriminatie van een bepaalde groep nog heel erg groot is. Waarom is dit nou interessant? Waarom zou je die vragen moeten stellen? Ik weet niet of je het kunt lezen, want er staan wel veel kleine letters op. Dus ik zal er even doorheen lopen. Wat opvalt is, dat of je nou kijkt naar de homobeweging, de vrouwenbeweging of de civil rights beweging. Wat opvalt is dat de eisen die dat soort bewegingen stellen in de loop van de tijd natuurlijk enorm verschuiven. En ik zal u zo meteen een schema geven wat dat misschien iets makkelijker maakt om dat te onthouden. Want u moet zich realiseren dat de allereerste vormen van homo-emancipatie waren extreem bescheiden. Dat ging niet de barricade op. Om te zeggen dat de wereld helemaal anders moet. Het was geen zichtbaarheid, het waren niet de botenparades. Een van de eerste teksten die ik gelezen heb in de jaren 50, daar stond, laten we nou zeggen dat homoseksualiteit zoiets is als linkshandigheid.
En linkshandigheid in die tijd werd je nog afgeleerd, hè? Dat moet u wel even onthouden. Dus linkshandigheid was iets wat niet goed was, maar je droeg er niet zelf schuld voor, zeg maar. Het werd wel eens onfair beschouwd om iemand er echt voor te straffen, maar ja, je moest je nog wel aanpassen, want het werd je nog wel afgeleerd. Maar mensen waren al blij als ze als linkshandig werden gezien. Dat was het hoogste, het verste wat ze zich konden voorstellen. Terwijl 10, 15 jaar later er min of meer revolutionaire eisen werden gesteld. Namelijk niet dat het burgerlijk huwelijk opengesteld zou moeten worden, maar dat het burgerlijk huwelijk afgeschaft zou moeten worden. En dat er een range aan mogelijkheden zou komen voor mensen die met elkaar relaties hadden en dat op een bepaalde manier wilden vastleggen. En dat misschien de staat daar helemaal buiten moest blijven. Nou, u kent voor een deel die verhalen wel. Volgende week, wanneer het over de vrouwenbeweging gaat, zult u datzelfde horen. Dat er heel uiteenlopende eisen in de loop van de tijd gesteld worden. Niet zozeer omdat... positief geformuleerd, afhankelijk van de mogelijkheden die de buitenwereld biedt. Dus natuurlijk zijn de mensen die zich als eerste georganiseerd hebben het allerdapperst. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar ze konden niet heel veel vragen. Wat ze soms alleen maar konden, was hopen dat ze niet te erg opvielen en dat ze niet meer gestraft werden. Dat is vaak het begin van sociale bewegingen. En op het moment dat je dan iets bereikt, dan durf je meer eisen te gaan stellen. En daarom is het belangrijk dat we begrijpen hoe de mainstream reageert en wat de mainstream is. Sommigen van jullie zijn studenten sociologie, jullie lezen over instituties. De mainstream, zeg maar, zijn de formele en informele regels die we met elkaar hebben, die de meerderheid deelt. Waar de meerderheid van vindt dat ze vanzelfsprekend zijn. En in Nederland... hebben we een politieke traditie, ik zei het net al eventjes, waarin het door allerlei redenen, vooral natuurlijk omdat Nederland zo ontzettend verdeeld land was en zo verzeild was, waarin we een traditie ontwikkeld hebben tot relatief recent, waarin we zeggen dat minderheden de ruimte moeten krijgen om zichzelf te manifesteren en te mobiliseren en dat het normaal gesproken de moeite waard is om daarnaar te luisteren. Dus historisch gesproken is begrijpelijk waarom we een proportioneel electoraal systeem hebben, waarin je geen hoge kiesdrempels hebt. We vinden het belangrijk dat alle minderheden zich in Nederland kunnen manifesteren. En dat leidt tot, hoeveel zijn het er? 16 partijen in de Tweede Kamer. Maar dat vinden we in principe geen probleem. We vinden het belangrijk om ook naar minderheden te luisteren. En daarvoor een deel ook misschien wel na enige tijd op hun wensen in te gaan. Nederland, dat is nu iets minder de laatste tijd, maar Nederland stond bekend als het land... Een van de landen waar de meeste subsidies werd gegeven aan burgers die zichzelf organiseren. Dus als ik in het buitenland een lezing hou over de Nederlandse milieubeweging of de vrouwenbeweging, en ik vertel hoeveel subsidies in Nederland naar die bewegingen gaan, dus subsidies van overheden, lokaal, provinciaal, nationaal, dan weten sommige landen niet wat ze horen. Want het idee is juist dat burgers zichzelf moeten organiseren en dat ze daarmee dus niet afhankelijk zouden moeten zijn van de overheid. Maar in Nederland is het... een lange traditie om burgers die zich organiseren wel te steunen, te faciliteren. Sommige mensen in die bewegingen noemen dat meteen repressieve tolerantie. Zie je wel, ze willen ons inpakken. Ze geven ons geld opdat we gematigd te worden. Maar bijna alle bewegingen in Nederland, ook relatief radicale bewegingen, hebben geld gekregen. En dat is interessant. Maar het is wel zo, misschien... Dankzij het feit dat die overheid tamelijk responsief is, hebben we in Nederland niet heel erg veel radicale bewegingen gekend. En dat geldt ook voor de homobeweging. We hebben in Nederland nauwelijks radicale mobilisatie rondom AIDS gehad, ACT UP. Heeft in Nederland nauwelijks bestaan. En allerlei queer-achtige organisaties die welig bestaan in heel veel buitenlanden, zijn ook in Nederland heel erg zwak. En dat heeft te maken met... de reactie van de buitenwereld op deze groep burgers die zichzelf mobiliseert. Dat heb ik niet alleen van mezelf. Ik heb een AJO die promoveert op hoe de Nederlandse homobeweging veranderd is door de reacties van de Nederlandse overheid. En hij laat ook zien hoe een deel van de Nederlandse homobeweging eigenlijk bijna één op één, nou niet één op één, maar dat veel van de mensen uit de leiders, veel van de leiders van de homobeweging en de lesbobeweging in Den Haag terechtgekomen zijn en daar het homo- en lesbo-beleid zijn gaan maken. Dat is tamelijk uniek in de wereld. Dat er zo'n permeabiliteit, zo'n
dat het makkelijk is om van de ene, van de bewegingskant naar de overheidskant door te trekken. Dus daarom zijn deze vragen heel erg pertinent. Want we leren niet alleen iets over de beweging, maar ik hoop dat u de komende 5 weken ook wat leert over de opstelling van de overheid. En in hoeverre de opstelling van de overheid ten opzichte van de 5 terreinen die u gaat krijgen vergelijkbaar is of niet. Ik denk dat er een basispatroon is, namelijk dat de overheid meestal positief is, responsief is, maar dat is niet altijd het geval. En zeker de laatste 10, 15 jaar zien we dat er sommige politieke partijen zijn die vinden dat er veel minder gesubsidieerd moet worden, dat er minder thee gedronken moet worden. Nou, u kent de verharding op dat terrein. Ik zei al, laten we teruggaan naar de homobeweging, lesbische beweging, bisexual, transgender. Ik heb niet alle letters van het alfabet opgenomen, maar u weet dat die lijst langzamerhand heel erg lang wordt van iedereen die zich niet identificeert met de mainstream seksuele en genderidentiteiten. Ik zei al, de eisen die gesteld konden worden varieerden heel erg in de loop van de tijd. En ik hoop dat wat ik zo meteen laat zien als schema, dat het u helpt om na te denken de komende weken op dit terrein. Het terrein wat u dan volgende week of de week daarna hoort. Wat zijn daar de machtsverhoudingen? Is daar een duidelijke mainstream? Is de groep die mobiliseert, heeft die de hulpmiddelen, de hoop dat ze veel kunnen veranderen? En kunnen ze daarom tamelijk pertinente en stevige eisen stellen? Of is het zo dat ze buitengewoon zwak zijn? Ik denk één van de dingen waarom Charlottesville, de eerste slide, zo ver hebben losgemaakt, is niet alleen dat het mensen zijn die zichzelf nazi noemen, maar ook dat iedereen schrok van het feit dat ze zo groot waren, zo zichtbaar konden mobiliseren, wilden mobiliseren, en blijkbaar dachten dat ze daarmee wegkwamen. Dus waar voorheen de Ku Klux Klan mutsen opzette om niet herkenbaar te zijn, waren dit mensen die blijkbaar de hulpmiddelen hadden en ook de verwachting hadden dat ze op die manier konden mobiliseren en daarmee ook iets zouden bereiken. Laat ik het schema laten zien. Het ziet er aan het begin even ingewikkeld uit, maar het spreekt eigenlijk voor zich. We lopen eventjes de linker rij eerst na. Kijkt u nog even niet naar boundary, maar kijkt u even naar doel, om wie het gaat, wat ze doen om dat te bereiken en ten koste van wie dat gaat. Dat zijn steeds de categorieën die we langslopen. En er zijn, is mijn stelling, of ik stel voor dat we om de wereld wat te vereenvoudigen, onderscheid maken in 3 type doelen die bewegingen stellen, kunnen stellen. De eerste is dat de verhouding tussen de minderheid en de meerderheid zo ongelijk is, dat de minderheid niet beter en niet meer kan wensen dan eigenlijk onzichtbaar te zijn en op te gaan in de meerderheid. Dat is crossing boundaries. Dus je cross the boundary. Je wil onderdeel worden van de meerderheid zonder dat je die meerderheid wil veranderen. Shifting boundaries betekent dat je zegt, ja luister eens, jullie zijn wel de meerderheid, maar ik wil op zijn minst dezelfde rechten hebben als jullie. En blurring boundaries is nog een stap verder. Dan bekritiseer je de meerderheid om hoe ze zijn, wat ze zijn. En je zegt, ook die meerderheid zou eigenlijk moeten veranderen. Dus dat gaat in volgorde zeg maar van radicaliteit van eisen. Homo's en lesbo's hebben eindeloos hun best gedaan om niet op te vallen. Dus ze probeerden door te gaan voor heteroseksuelen. Passing. En dat geldt voor veel meer minderheden. Vrouwen die, u kent al die voorbeelden wel uit de literatuur en uit de geschiedenis. Vrouwen die zich gingen verkleden als mannen omdat ze mee wilden doen in de grote wereld. Hele pijnlijke voorbeelden. Zwarte mensen die hun huid bleken om maar zo blank, wit mogelijk te zijn. Omdat hoe zwarter je bent, hoe meer gediscrimineerd wordt. Dus alles doe je maar om te lijken op de meerderheid die zo machtig is, dat je niet denkt dat die meerderheid kan veranderen, maar dat je jezelf aanpast om maar niet gediscrimineerd te worden door die meerderheid. Dus de eerste fase van lesbische en homostrijd, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, ging helemaal over onzichtbaar zijn, proberen, als je al contact hebt met de politie, erom te vragen dat de politie minder hard optreedt, dat er minder mensen worden opgepakt. Maar vooral niet confronterend zijn. Vooral proberen om confrontaties te ontlopen. En het leek me interessant om na te denken over andere groepen.
voor wie identiteit ook heel erg belangrijk zijn en die ook heel erg gediscrimineerd zijn. Toen ik dit in Amerika presenteerde, toen dacht ik, het is interessant om na te denken over immigrantengroepen in de Verenigde Staten, die enorm gediscrimineerd werden toen ze in de Verenigde Staten aankwamen. Dus toen de Joden, of de Italianen, of de Ieren in Amerika aankwamen, toen werden ze niet als wit gezien. Ze waren niet wit. Ze werden door de Anglo-Saxische protestanten gezien als minderwaardig, als niet wit. Evident ook niet protestant, want ze waren of katholiek of ze waren Joods. Maar ze hoorden niet bij de mainstream. En het heeft heel lang geduurd voordat deze drie groepen erin geslaagd zijn of min of meer wel geaccepteerd te worden als onderdeel van de mainstream. En wat mensen dus deden was proberen hun fysieke kenmerken zoveel mogelijk aan te passen. Hun namen meteen aan te passen, dat ze niet meer herkenbaar waren op grond van hun naam. Geen dialect, goed Engels leren spreken, of goed Amerikaans-Engels in dit geval leren spreken. Allemaal dingen waarvan je zou kunnen zeggen, ja, uiteindelijk gaat het ten koste van je zelfrespect. Je past je zo maximaal aan om maar niet gediscrimineerd te worden, maar het gaat wel ten koste van jezelf, want je kan niet je eigen identiteit meer beleven. En het was dus voor homo's bijvoorbeeld volstrekt onmogelijk om coming out te hebben, om zichtbaar te zijn. Je moest vooral onzichtbaar zijn. Deze situatie doet zich voor heel veel groepen voor die marginaal in onze samenleving zijn. Dus bijna bij alle sociale bewegingen waar identiteit een rol in speelt, is dit de eerste fase. Is het proberen iets zichtbaar te worden, iets jezelf te organiseren, maar vooral om vervolgens je aan te passen aan de meerderheid. Op het moment dat je meer hulpmiddelen krijgt, op het moment dat je meer steun krijgt vanuit sommige politieke partijen, op het moment dat je je sterker voelt staan, kan het gevecht voor gelijke behandeling beginnen. Dus we gaan nu naar de shifting toe. En dat is de tweede fase van de homo- en lesbo-beweging in zowel Nederland als de Verenigde Staten. Maar je ziet ook een enorme emancipatiestrijd, zoals u weet, van Amerikaanse Joden, Italianen en Amerikaanse Ieren. En het interessante is dat zeker de Italianen en de Ieren, en ik denk ook wel grotendeels de Joden in de Verenigde Staten, meer en meer werden gezien als echte Amerikanen. Nou is Native Americans natuurlijk altijd ingewikkeld, want dat is een andere groep. Maar het gaat om dat ze als Amerikaan gezien konden worden. En dan waren ze misschien wel Irish American of ze waren Jewish American, maar ze waren ook Amerikaans. Dus ze werden native. En ze werden, nog interessanter, ze werden wit. En daar is het belangrijk om even bij stil te staan. Dus groepen die zwak staan, die zullen proberen om gelijke rechten te krijgen, maar de kans om gelijke rechten te krijgen is groter als je ook feitelijk onderdeel wordt van de meerderheid. En in Amerika is natuurlijk de grote kloof tussen wit en zwart. Dat is nog steeds bij uitstek de kloof in de Verenigde Staten. Dus op het moment dat de Ieren en de Joden en de Italianen en de Polen als wit gezien werden, toen zaten ze aan de goede kant. Dat was voor de zwarte Amerikanen niet zo leuk, want die kregen toen nog weer een aantal andere groepen boven zich die maakten dat die kloof alleen maar bestendigd werd eigenlijk. En hetzelfde is eigenlijk een beetje gebeurd met de homo's. Homo's zijn tegenwoordig, zou je misschien kunnen zeggen, wel bij uitstek de belichaming van Nederlandsheid. Want ze zijn progressief en modern en zelfstandig. Ze belichamen wat Nederland graag wil zijn. Ze zijn bij uitstek Nederland. Ze zijn dus heel erg native. Maar dat voor een deel wel ten koste van moslims. Niet dat die homo's nou zo graag uitgespeeld worden tegen moslims. Maar in het publieke debat worden die categorieën voortdurend tegenover elkaar gezet. Dus sinds wanneer hebben sommige politieke partijen homo- en vrouwenrechten omarmd? Wel, op het moment dat die groepen, die identiteiten, gedefinieerd werden, niet als mensenrechten, maar als Nederlands, als typisch Nederlands. En we hebben een analyse gedaan van de verkiezingsprogramma's. Opvallend is dat zowel vrouwenemancipatie als homo-emancipatie door bijna alle politieke partijen, ook door een deel van de christelijke partijen, ook door de populistische partijen, gezien worden als bij uitstek Nederlands. Als het gaat om de drie kenmerken van Nederlandsheid, dan zijn het vrouwenrechten, homorechten en vooral dat je alles moet kunnen zeggen wat je denkt. Dat is opvallend. Maar dat betekent dus wel dat de acceptatie van de ene groep
ten koste gaat van, of op zijn minst in relatie staat, tot minder acceptatie van of marginalisering van andere groepen. En in Nederland, ik zal het zo meteen nog wat over zeggen, is de kloof tussen wie zichzelf als voorlijk en wie als achterlijk worden beschouwd, de grote kloof vergelijkbaar met zwart en wit in de Verenigde Staten. Dus daar verandert wel wat hè, in die shifting verhouding, maar uiteindelijk bevestigt dat heel erg toch opnieuw de meerderheid, de mainstream. Het gaat pas echt veranderen in dat stadium van blurring. Bij blurring is het zo dat sociale bewegingen zeggen, luister eens, jullie meerderheid, jullie deugen niet. En Maaike Meijer zal, die spreekt volgende week, ja, die zal wel vertellen dat een van de eisen van de beweging waar zij bij zat, niet was, we willen het strand delen, maar we willen een ander strand. En dat is betekenisvol, want dat geeft aan dat je niet zegt, ik heb ook recht op een plaatsje naast al die anderen. Maar we vinden eigenlijk dat dit de samenleving echt verkeerd georganiseerd is. In het geval van de vrouwenbeweging. We vinden dat mannen echt zouden moeten veranderen. En hier denk ik dat mensen uit de homobeweging, lesbische beweging relatief bescheiden moeten zijn. Dat deze beweging, die ik nu even naar voren haal, op dat terrein niet heel erg veel per se heeft bereikt. Maar dat de vrouwenbeweging in zowel de Verenigde Staten als in Europa wel degelijk tamelijk fundamenteel categorieën ter discussie heeft gesteld en heel veel praktijken heeft veranderd. Dat kan je alleen maar doen op het moment dat je sociale beweging heel erg zelfbewust bent. Je moet namelijk trots zijn op het feit dat je anders bent. Je moet niet meer beschaamd zijn, je moet niet meer hakkelend om een plaatsje vragen, maar je moet zeggen dat je beter bent. Dus black is beautiful. Je moet laten zien dat je dat die anderen eigenlijk jaloers op jou moeten zijn. En dat die anderen eigenlijk het leven zouden moeten willen hebben wat jij hebt. Dus in plaats van je eindeloos aanpassen aan de mainstream, aan de dominante groep, gaat het er bij deze meer radicale of meer veel eisende bewegingen om, dat je laat zien dat de meerderheid eigenlijk heel veel van jou zou kunnen leren. En je ziet dat bijna alle sociale bewegingen proberen de taal van trots te spreken. Ik ben een keer op een conferentie geweest van de gehandicaptenbeweging in Maastricht. En daar was het eigenlijk heel ingewikkeld, vond ik zelf. Maar dat was ook pride in our... En dat is toch ingewikkeld. Het is alsof alle sociale bewegingen op dezelfde manier trots kunnen zijn op hun identiteit. Niet dat mensen met een handicap niet kunnen eisen dat ze fatsoenlijk behandeld kunnen worden, natuurlijk. Maar het is voor heel veel mensen met een handicap heel ingewikkeld om te zeggen dat ze er trots op zijn. Dus niet iedere vorm van emancipatiestrijd laat zich vertalen in de meest radicale vormen. Dat je zegt, kijk, ik ben voorbeeldig. Mensen die doof zijn, hebben dat nog het meest gehad eigenlijk. Want die claimen dat ze een eigen wereld en een eigen taal hebben. Dus niet dat ze zich zielig voelen dat ze niet kunnen horen, maar ze hebben hun eigen taal. En dat is enigszins, dat komt in de buurt van het feit dat je zegt, ik heb een eigen wereld en daar ben ik net zo trots op als de wereld die daar buiten staat. Ik zal langzamerhand naar een afronding toe gaan. Nog een paar slides. Probeer het ook weer wat meer te veralgemeniseren. Misschien moeten we dit vooral ook bediscussiëren wat ik nu ga zeggen. Maar mijn stelling zal zijn, zeker ook op basis van analyses van de debatten van de afgelopen jaren, dat Nederland wel degelijk een hele sterke mainstream heeft. En ik zou misschien zelfs wel willen beweren of willen claimen dat de Nederlandse mainstream homogener is dan die bijna ooit geweest is. 70%, 80%, 85% van de Nederlanders is het met elkaar eens over heel erg veel belangrijke onderwerpen. En natuurlijk vervolgens hebben we enorm heftige conflicten over de resterende verschillen. Maar als je kijkt naar de totale verdeeldheid van Nederland van de verzuiling, of in de jaren 60, 70 en 80, en de generatieconflicten die er toen waren, en als je kijkt naar de grote instemmigheid over bijna alle immateriële dingen, nu in de politiek, tuurlijk, er is een discussie nu over in hoeverre voltooid leven een nieuw element kan zijn in het debat over euthanasie. Maar er is bijna geen enkel land waarin zoveel politieke partijen het in principe eens zijn over het feit dat we een zekere vorm van euthanasie toestaan. Dus of het nou over het begin van het leven gaat, abortus, over het eind van het leven, euthanasie, of het gaat over seksualiteit, over gender, over al die onderwerpen die in andere landen tot extreme verdeeldheid leiden, zijn we het in Nederland bijna met elkaar allemaal eens.
Dus er is een hele sterke mainstream. En iedereen die daarvan afwijkt, voelt ook dat dat eigenlijk niet kan. Ook omdat je dan niet meer als Nederlands wordt gezien. Dus SGP'ers bijvoorbeeld zuchten, omdat ze natuurlijk bij uitstek zichzelf als Nederlands zien. Maar ze voelen zich buitengesloten van die mainstream, omdat ze andere opvattingen hebben over gender en seksualiteit bijvoorbeeld. Maar ook op hen en op de ChristenUnie staat een enorme druk om moderner te worden. Om modernere opvattingen te omarmen als het gaat over gender en seksualiteit. Dus ik wil niks afdoen aan het belang van alle politieke debatten die we hebben, maar we moeten het wel in context zien. We moeten ons realiseren dat dit een land is waar we eigenlijk heel moeilijk met resterende verschillen kunnen omgaan. Het is een land waar we zo gewend geraakt zijn aan het feit dat we met elkaar eens zijn over alle belangrijke dingen, dat de jaren 60 eigenlijk gewonnen hebben. En als je dus naar Buma kijkt en zegt wat hij nu claimt als wat in Nederland sinds de afgelopen eeuwen is opgebouwd, zijn het precies de dingen die sinds de jaren 60 in Nederland zijn gerealiseerd. En niet altijd met heel veel enthousiasme van het CDA, maar goed, daar kunnen we het over hebben. Dus het is interessant om na te denken over wat wordt geclaimd als de Nederlandse identiteit en waarom zoveel in de identiteit delen. Nou heb ik met heel veel collega's discussie daarover, want we kunnen empirisch laten zien dat deze progressieve waarde in Nederland tot 80-85% van de mensen wordt gedeeld. Ik zeg dan, dat zijn progressieve waarden. Dat betekent dat sinds de afgelopen 20 jaar Nederland voor een deel progressiever is geworden. Nou, dat is niet het gevoel wat veel mensen hebben. Het idee is toch dat Nederland veel conservatiever is geworden. Maar als je precies analyseert wat Wilders op deze terreinen bijvoorbeeld zegt, de PVV op deze terreinen zegt, Baudet is niet heel erg progressief als het over vrouwen gaat, maar goed, je kan het over alles hebben, maar ze zijn, ook Baudet ging hand in hand lopen met Hiddema, hoe heet deze, nummer 2 van Forum van Democratie. Ook hij is verplicht, Jan Roos was zelfs verplicht om aardige dingen over homoseksualiteit te zeggen. Dat zegt iets over hoe dominant die mainstream is. En Jan Roos schrok ervan van wat hij moest zeggen. Maar dat is niet interessant. Interessant is dat alle politieke partijen in Nederland positieve dingen over homoseksualiteit moeten zeggen. En dat is natuurlijk vergeleken met waar we begonnen. De jaren 60, waarin gehoopt werd dat het op zijn best als linkshandigheid werd gezien. Binnen 50 jaar een totale verandering. Het is nu bij uitstek iets wat bewijst dat je Nederlands bent. Of dat ook betekent of we globaal genomen progressiever zijn geworden. Zeker, ik onderken dat het heel erg gebeurt in polarisatie tot moslims, waarvan verondersteld wordt dat ze allemaal veel negatiever denken en veel traditioneler zijn in termen van gender en seksualiteit. Ja, en ik onderken ook dat het heel erg een discursieve eensgezindheid is. Dus als we mensen in surveys vragen, dan zeggen ze dit allemaal. Politici zeggen het ook. Dat betekent helemaal niet dat ik ontken dat er anti-homoseksueel geweld is of dat er geen discriminatie is, dat is er tegelijkertijd. Maar wel minder. En wat dat betreft vind ik ook dat je overwinningen, zoals die van de homobeweging, dat de homobeweging die ook op haar konto zou moeten kunnen schrijven. Maar het is natuurlijk ingewikkeld, want het is voor een deel waar dat de razendsnelle acceptatie van homoseksualiteit in de afgelopen 10 jaar... Onder ChristenUnie, CDA, VVD, PVV. Ja, dat gebeurt voor een deel de insluiting van die groep door de afstand naar een andere groep groter te maken. En dat zien we heel vaak. Dus bewegingen winnen soms, maar ze winnen dan wel eigenlijk ten koste van anderen. En dan moet je die beweging niet kwalijk nemen, maar dat is wel goed om dat te onderkennen. Dus de blurring van de lijn tussen homo's en hetero's is gepaard gegaan met en wordt gebruikt in het verder versterken van de lijn tussen autochtoon Nederland en moslim Nederland. En dat is belangrijk, want ik heb heel vaak, ik weet niet hoe dat voor u is, maar als ik naar de televisie kijk of als ik allerlei debatten, als je dat probeert te volgen, of de teksten analyseert, de handelingen, dan ben ik verbaasd hoe het eindeloos over homoseksualiteit in Nederland gaat. Je denkt, hou er toch eens over op. We hebben alles nu geregeld, de wetgeving is geregeld. Waarom gaat het nu veel meer over homoseksualiteit dan in de jaren dat het eigenlijk heel erg nodig was om het daarover te hebben? Maar dat is omdat homoseksualiteit voor iets anders is komen te staan. En dat zie je vaak bij identiteiten en identiteitspolitieken, dat ze verknoopt raken aan andere kwesties.
En hier zie je dus dat de homo-identiteit en daarom ook al die trots meevarende mensen in Amsterdam van allerlei organisaties is komen te staan voor de belichaming van Nederlandsheid. En sommige mensen zijn dan binnen zo'n beweging daar natuurlijk weer boos over. Want dan is de gay pride niet meer gay. Dat is een volgend stadium in de discussie. Dat is een volgend stadium waarbij je dus kan zeggen, we hebben een heel aantal dingen bereikt. We zijn zo vermengd geraakt dat er veel meer hetero's in ieder geval langs de kant staan, maar misschien ook wel meevaren dan homo's. Sommige mensen zullen dan zeggen, nou, daar moet je heel blij mee zijn, want dat is het toppunt van wat je eigenlijk wilde bereiken. En anderen worden daar onrustig van en zeggen, nee, toen we begonnen, of nu nog steeds, vinden we eigenlijk dat hele andere dingen aan de orde moeten zijn. Het valt mij eigenlijk vooral op dat de mensen die dit zeggen nieuwe punten op de agenda willen zetten. Transgenders waren eigenlijk nooit een onderwerp en pas relatief recent is dat een onderwerp geworden en wordt daarover geklaagd dat daar te weinig aandacht voor is op de boten die meevaren. Dat brengt me bij de laatste twee slides. Eén plaatje en één slide. Ik weet niet of dit aardig is om dit te zeggen, maar er is sprake van een soort van genoegdoening. Mensen die in die beweging heel erg actief zijn geweest, die veel bereikt hebben, die begrijpelijk zijn buitengewoon bezorgd over het weer verliezen van wat ze net gewonnen hebben. Dus het feit dat mensen die lange tijd vanuit deze sociale bewegingen, die lange tijd alleen door linkse politieke partijen zijn gesteund, dat nu veel actieve homo's en lesbo's overwegen om bijvoorbeeld op de PVV te stemmen, zegt iets over het feit dat ze dachten dat ze emotionele rust hadden, dat ze dachten dat dingen bereikt waren en dat het zomaar erop lijkt alsof mensen die relatief kort in Nederland zijn, dat van hen weer gaan afpakken. Dan gaat het niet om de politieke discussie of dat waar is. Ik zou zeggen 85% van Nederlanders heeft relatief progressieve opvattingen. Dus de kans dat daar iets in verandert lijkt me buitengewoon klein. Het gaat me niet om die politieke discussie. Het gaat erom dat emotioneel gesproken het voor mensen belangrijk is dat ze deze grote overwinning hebben bereikt. En tegelijkertijd dat het feit dat je zoiets hebt bereikt je ook kwetsbaar maakt. Omdat je bang bent, omdat we zoveel bereikt hebben, hebben we zoveel te verliezen. Dat is de schaduwkant van wat er gebeurd is. Juist ook als je je realiseert dat je die overwinning voor een deel te danken hebt aan het feit dat je allerlei alliantiepartners gekregen hebt die een beetje strange bedfellows zijn. Of althans, die voorheen nooit erg hard liepen voor jouw zaak en dat nu de laatste tijd wel geworden zijn. In de tweedeling in Nederland in de politiek, tussen of je modern bent of dat je achterlijk bent, zijn homo's en vrouwen allemaal aan de goede kant terechtgekomen en zijn met name mensen die religieus zijn aan de verkeerde kant terechtgekomen, vooral als ze orthodox religieus zijn. Dat volgende bolletje, misschien is dat ook meer voor de discussie. Het hangt ervan af waar je het mee vergelijkt. Ik zei het al, als je het vergelijkt met het begin van de homobeweging is er enorm veel bereikt. Als ik met een aantal radicale mensen uit de homobeweging spreek die actief waren in de jaren 70 en 80, die vinden dat de beweging totaal verburgerlijkt is, dat er niks bereikt is, dat er niks fundamenteel veranderd is. Dus of de transformatieve kracht van de homobeweging heel groot is, of een identiteitsbeweging van uiteindelijk een relatief beperkt aantal mensen zoveel had kunnen bereiken als ze niet gesteund waren geweest door heel veel anderen. Ik denk dat we die vragen eigenlijk wel bevestigend moeten beantwoorden. Het is dankzij het feit dat de Nederlandse politiek zo ontzettend responsief is geweest, dat de homobeweging en de vrouwenbeweging zoveel hebben kunnen bereiken. Misschien moet ik het nog anders zeggen. Ik denk zelf eigenlijk dat de homobeweging veel heeft kunnen bereiken omdat de vrouwenbeweging veel bereikt heeft. Wat je ziet is daar waar de situatie van vrouwen beter wordt in de samenleving, dat geldt voor alle samenlevingen, er wat ontspannender ideeën ontstaan over wat mannelijkheid is en wat vrouwelijkheid is. En daar profiteren homo's en lesbo's heel sterk van. In samenlevingen waar de vrouwenbeweging niet sterk was, waar genderrelaties ontzettend op slot zitten, daar zie je eigenlijk dat ook seksuele relaties en seksuele bewegingen niet van de grond komen.
Dus je zou kunnen zeggen dat daar twee bewegingen, twee identiteitsbewegingen met elkaar samenhangen. Dat je hebt de genderbeweging nodig, je hebt de vrouwenbeweging heel erg nodig, wil je ook seksueel iets kunnen veranderen. Maar het zou nooit veranderd zijn als de mainstream zich hier niet voor had opengesteld. En zeker, sommigen zullen zeggen, de mainstream, rechtse partijen, christelijke partijen, hebben zich opengesteld vanuit opportunistische overwegingen om moslims te bashen. Ik denk dat dat te eenvoudig is. En misschien dat het aan het begin zo is geweest, maar nu ze al 10 of 15 jaar zeggen dat ze van homo's houden, gaan ze het ook echt doen, langzamerhand. Je kan niet 15 jaar zeggen dat je voor homorechten bent en dat alleen maar volhouden om strategische redenen. En we zien het ook in de cijfers. We kunnen laten zien dat de achterban van de ChristenUnie en de achterban van de PVV langzamerhand ook progressievere opvattingen krijgt over gender en seksualiteit. De achterban van de PVV is bijna even progressief als de gemiddelde Nederlandse Marokkaan. Wat op zich wel pikant is. Maar beide groepen bewegen naar een meer liberale positie. Beide groepen ontwikkelen zich in een meer liberale richting. En dat komt, naar mijn diepe overtuiging, omdat hun politieke leiders hun zeggen dat dat bij modern Nederlanderschap hoort. En dat heeft in het dagelijks leven van vrouwen en homo's enorm veel positieve consequenties. Dus wanneer u de komende weken gaat luisteren naar andere bewegingen dan identiteitsbewegingen, dan de homo- of de vrouwbeweging, dan spelen diezelfde vragen. Dan speelt de vraag, wat hebben bewegingen hier zelf aan kunnen bijdragen? En wat is de ruimte die ze gekregen hebben van de verschillende politieke partijen? En dat is niet om iets af te doen aan het belang van mensen dat ze zich mobiliseren. En hoe knap het is als mensen die zwak staan zich weten te mobiliseren en tegen de mainstream durven in te gaan. En dat geldt dus, hè, versta me goed, zowel voor links als voor rechts. Voor iedereen die marginaal is, is het een enorme prestatie om jezelf zichtbaar aan de buitenwereld te tonen. Maar het leidt wel snel tot zelfoverschatting bij bewegingen. Want er is niks leukers dan denken dat je jezelf bevrijd hebt. Dank u wel.